course he loves them and he feels so bad now that he has gone away. Het boek speelt zich dus af in een fotostudio en hij gaat op een gegeven moment poseren met weduwen in uniformen. Daar is dus ook het omslag op gebaseerd, op zo'n foto. Ik had een aantal van die foto's gevonden van soldaten en daar heb ik dat op gebaseerd. Dat loopt eigenlijk ontzettend goed in het boek, die foto's die ze laten maken. En daarom hebben ze dus meer geld en ze willen verhuizen daar. Ik ben Anja Daanje, de schrijfster van dit boek. En ik ga jullie wat vertellen over de historische informatie die ik heb uitgezocht om dit boek te kunnen schrijven. Want de hoofdpersoon, je zit in het hoofd van de hoofdpersoon. Het is in een soort van gedachtenstroom geschreven, dit boek. En het leek me goed om daarom een reële omgeving te hebben dat niet alles fictief zou zijn. En dat je als gelezer dus het gevoel hebt dat het een echt persoon is in een echte omgeving. Dus ik heb van alles uitgezocht over de historische informatie van 1922 en 1923. Vooral in Kortrijk, want daar woont de hoofdpersoon. In de eerste plaats moest ik afleiden waar ik ze het beste kon laten wonen. En heb ik dus een kaart van Kortrijk gekeken, een oude kaart, want Kortrijk is tegenwoordig veel groter. Alleen de binnenstad van Kortrijk was er toen eigenlijk wat nu de binnenstad is. En het is heel erg veranderd, want Kortrijk heeft twee wereldoorlogen meegemaakt. De Eerste en de Tweede Wereldoorlog zijn behoorlijk wat gebouwen gesneuveld. Dus ik heb aan de hand van oude briefkaarten heb ik uitgezocht hoe het er toen uitzag. En moet je de kant of briefkaarten met elkaar vergelijken met de plattegrond en waar dan de briefkaart, de foto ongeveer is genomen. En aan de hand daarvan heb ik geprobeerd uit te zoeken van in welk huis ze zouden kunnen wonen. Ik wou graag weten op welk nummer ze moesten wonen. En heb ik allemaal krantenadvertenties uit oude kranten bekeken. En daar stonden dan vaak advertenties in van allemaal winkels. Bijvoorbeeld een speelgoedwinkel was er in die straat die ik wou hebben. Ik had een straat uitgezocht ergens in het centrum, maar een straat waar vrij veel winkels waren. Dat leek me een beetje een drukke straat, maar een echte winkelstraat. Omdat zij dus een fotowinkel hebben, de mensen in het boek. In die straat waar had ik gevonden op een bepaald nummer was een kruidenier, een speelgoedwinkel en verschillende kledingwinkels. Een winkel waar ze plastrons verkochten en damesondergoed, een apotheek, een café. Het was gewoon een hele gezellige straat. Een tabakzaak, een kapper, van alles was er. Maar ik wou dus weten welk huis in die tijd waar geen... waarvan ik niet wist dat er al een winkel zat. Want dan zat, behalve dat als ik een fotozaak zat, maar die zat er niet. Dus ik heb uitgezocht welk huis geen winkel zat in die tijd, maar wat er wel een beetje uitzag of er een winkel zou kunnen zitten. En dat was nummer 37, ergens tussen de afslag tussen de Lange Steenstraat en de Vlasmarkt. En dan kon ik dus op briefkaarten zien hoe het huis er ongeveer uitzag. En aan de hand daarvan heb ik ook de binnenkant bedacht. Want ik moest natuurlijk weten dat als ze binnenkwamen, wat je dan zag, de toonbank aan welke kant en waar de trap was. En dat moet natuurlijk kloppen, want als ik in het ene hoofdstuk beweer dat de trap aan de rechterkant zit en het andere hoofdstuk aan de linkerkant. Dat klopt natuurlijk niet. En dan komt er vast iemand die zegt, hey, dat klopt niet. En het was een huis met, even kijken, 3 verdiepingen. En dat heb ik dus allemaal uitgetekend, allemaal plattegronden. Zodat dat is wel makkelijk bij. Dat klinkt heel ingewikkeld, maar dat is echt heel makkelijk bij het schrijven. Als je iets gaat beschrijven, dan pak je gewoon de plattegrond erbij. En dan denk je, nou, hij gaat zo de winkel binnen. En dan gaat hij de trap op. En wat komt hij dan tegen? En dan komt hij daar de keuken binnen, bijvoorbeeld of zo. En ik heb bijvoorbeeld ook uitgezocht omdat ik wist waar het huis stond. Als ze dan bijvoorbeeld 's ochtends in de keuken zaten met z'n tweeën, of dan waar dan de zon stond, hè, dan dat moet toch? Dus dan denk ik, oh hey, de zon staat aan de andere kant en dan, waar die dan ondergaat. En bijvoorbeeld ook als ze gaan slapen, er was de Sint Maartenskerk, die was dan nou iets van, ik weet niet, 500 meter verderop en nog andere kerken. Dus als je dan de kerk hoort slaan, hoe ver weg dat dan is en hoe hard dat is en of je dan nog meer kerkenklokken kan horen en zo. Je had ook het Belfort op de Grote Markt. Daar zat ook een klok en die sloeg gewoon de hele nacht door, geloof ik, dus ieder kwartier. Dus dan weet je heb je een beetje gevoel als je het schrijft hoe het is om in zo'n huis te wonen en wat voor geluiden je allemaal om je heen hebt. Het was ook best een,
ja, het was ook best een drukke straat. Dus nou ja, er kwamen soms koetsen voorbij en zo. Ik vind het ook wel raar dat ik eigenlijk... Ben ook niet in de plaats geweest die ik heb beschreven. Ik ben niet in Kortrijk geweest. Want ja, dat heeft ook niet zoveel zin. Want Kortrijk is, ja, zoals het nu is... Dat lijkt gewoon heel weinig op hoe het in die tijd was. Er zijn dus twee wereldoorlogen overheen gegaan nu. Er zijn heel veel gebouwen, vooral in de Tweede Wereldoorlog, gesneuveld. En ja, als je nu kijkt naar die straat waar ik dus dat huis had gesitueerd. Dat heet nu de... De Doornikse straat, dan heb ik in mijn boek heet het de Doornijkstraat, zo heet het in die tijd. En nou ja, dat is eigenlijk gewoon min of meer een doorgaande weg geworden. En al die winkels die ik heb beschreven in het boek, die zijn natuurlijk niet meer. Maar die panden eigenlijk ook niet. Ja, een paar zijn er nog, maar dat zijn er misschien maar drie. Dus als je daar komt, dat is ontzettend ontnuchterend. Eigenlijk was dat ook helemaal niet goed voor mij geweest als ik daarheen was geweest. Want dan, ja, dan heb ik de hele tijd dat andere beeld voor ogen. Ik moest natuurlijk die niet bestaande stad, die oude stad, beschrijven. Dus nee, ik ben er ook met opzet niet heen geweest, moet ik bekennen. Ik had natuurlijk best heen kunnen gaan om te kijken hoe het nu was veranderd. Maar dat had in de eerste plaats geen zin. En dus ik denk dus dat ik dan eigenlijk gewoon ook minder goed had kunnen schrijven. Want ik moet ook altijd, ik zoek altijd genoeg informatie om in te kunnen leven. Maar je moet niet al te veel informatie zoeken. Want ja, dan blijf je daarin hangen en dan denk je ook van, ja, dat moet ik allemaal gaan vertellen. Maar het is natuurlijk gewoon een fictief verhaal. Net als je nu in deze tijd gewoon een verhaal zou beschrijven en je beschrijft dat iemand naar buiten gaat. Dan ga je ook niet beschrijven van hoe auto's eruit zien. Of in ieder geval, je moet het beschrijven alsof het gewoon is voor die persoon die naar buiten gaat. Hè? Dus je gaat niet het hele verkeer beschrijven. Want dat was in die tijd ook anders, heb ik ook uitgezocht. Of er toen al, er waren al auto's. Maar niet zo heel veel. En dan moest ik ook weten of er nou veel auto's waren. Of dat mensen zich verplaatsten in rijtuigen. Of of met de voet of op de fiets. Dus ik heb dat een beetje. Ik heb ook oude filmpjes bekeken en zo. Onder andere in Amsterdam. Dus het verkeer was wel divers, moet ik zeggen. Heel veel diverser dan nu. Want het zijn nu allemaal auto's en fietsen. Maar in die tijd hadden ze van alle hele rare voertuigen. Met handkarren en hondenkarren en rijtuigen. En nou, voetgangers hadden ook wel fietsen. En auto's dus, maar die waren niet zo heel erg, er waren niet zoveel. Won't he have his dictionary?